Dus Bronjo, daar staan we weer. En weer na een overwinning. Ja, dat is een goede overwinning vandaag. Het is de eerste overwinning in thuiswedstrijd. Het met de supporter, het huis, dat is goed, dat is lekker. Het was wel een stuk spannender dan vorige week. Ja, vorige week, we pakken ook 3 punten in uit. En vandaag in thuis 6 punten op 9. Voor mij en voor de boeg, dat is een goed begin. Wat was het voor een wedstrijd? Want ik had het idee dat het moeizamer ging dan vorige week tegen PEC Zwolle. Ja, vandaag is niet een makkelijke wedstrijd. En ik denk dat er zijn veel balverlies voor ons. We zijn in een ploeg dat we spelen goed met de bal, 1-2 keer raken. En vandaag misschien, we spelen misschien de niveau een beetje meer laag, maar we pakken 3 punten. En dat is de belangrijk. Komt het dat het wat moeizamer gaat dan misschien ook omdat Go Ahead Eagles wat minder ruimte geeft dan jullie dan vorige week bijvoorbeeld PEC Zwolle? Ja, je hebt minder ruimte, maar achter de verdediger. Je hebt veel kans. Je kunt scoren meer. Maar je scoort met een penalty. Dat is ook voetbal. Dus dat is 1-0 en je wint de spelen. Dus het is goed. Ja. Laten we even naar dat penalty moment gaan. Wat gebeurde daar? Ja, ik denk voor score. Wanneer ik schiet een penalty, ik wil scoren. Ik denk niet, als je scoort niet, nee. Ik wil scoren ik doe 1-0 en we pakken 3 punten. Was het gelijk duidelijk dat jij die strafschop ging nemen? Want ik dacht dat er nog wel even werd getwijfeld dat Pastoor uiteindelijk jou aanwees. Jij gaat het doen. Ik heb niet gezien, maar normaal, ik ben de eerste voor schiet de penalty. En na de tweede is Thomas Verhaar, dus ik heb pakken de bal en ik heb geschieten en het is goed. Ze zeggen ook wel eens, als de overtreding op jou wordt gemaakt, dan moet je niet zelf de straf opnemen. Ja, ik score ook op het training, hè. Ik train ook, maar vandaag is goed, is binnen. Dus, Hoe lekker is het voor jullie dat jullie na 3 wedstrijden met die 6 punten staan? Voor mij dat is een goed begin. Dat is de eerste jaar in Eredivisie na 6 jaar. Dus voor mij is 6 op 9, dat is een goed begin voor het team. We werken heel hard in de week. En zondag we pakken 3 punten. Dat is een lekkere dag vandaag. En jij loopt 3 op 3, dat is ook lekker volgens mij. Ja, dat is ook lekker. Ja, ik ben blij, maar... ik weet dat dat is de ploeg, dat is de collectief. Ja, ik scoor vandaag, maar dat is 3 punten voor de ploeg, niet alleen voor Loris.